Den Haag is een groene stad achter de duinen. Het groen van de stad bestaat uit bosgebieden, parkjes en bomen in straten. Er staan in Den Haag 116.000 straatbomen. Ja, eigenlijk kunnen we bijna geen straat voorstellen in Den Haag waar geen bomen staan. In de jaren 60, 70, toen zijn eigenlijk bijna in alle straten, waar het ook maar enigszins kon, zijn bomen geplant. Weinig andere Europese landen zie je zoveel straatbomen. Dus dat vinden wij heel mooi, dat is heel waardevol. Mensen beleven dat ook zo. Maar het is wel heel lastig, want het is eigenlijk natuurlijk niet de natuurlijke plek voor een boom. Een boom groeit het liefst in het bos. Hop. Yep. Bij Stadsbeheer werken meer dan 100 vakspecialisten die verantwoordelijk zijn voor het groen in de stad. Ze zorgen ervoor dat de straatbomen goed verzorgd en onderhouden worden. Elke straatboom heeft daarvoor een eigen logboek. Daarin wordt door de medewerkers van Groenbeheer exact bijgehouden waar welke boom precies staat en wat de veiligheidsstatus is. Een boom kan eigenlijk 4 statussen hebben. A is veilig. B, hij heeft iets, maar is niet direct van invloed op de veiligheid. C, we weten het niet precies, moet nader onderzocht worden. En de D-status is dan vervolgens, er moet echt iets gebeuren. Bomen in de stad hebben het moeilijker dan bomen in een bos. Ze gaan gemiddeld zo'n 40 tot 50 jaar mee. Uitzonderingen daar gelaten. Bomen in de stad hebben eigenlijk te maken met allerlei stadse zaken. Ondergronds met kabels en leidingen. En bovengronds heb je te maken met auto's. Je hebt te maken met de vieze lucht, de zoute lucht die op een gegeven moment vanuit de zee komt. Die eigenlijk ook niet goed is voor bomen. Als een boom aan zijn levenseinde komt, kan dit een gevaar opleveren voor zijn omgeving. Een boom wordt zwakker en daardoor is hij kwetsbaarder. Als het hard gaat waaien of stormen, kunnen er takken afbreken. En die kunnen op voorbijgangers terechtkomen. In het allerergste geval waait een hele boom om. En dat kan grote gevolgen hebben. Een van de belangrijkste taken van de gemeente als beheerder van de bomen is ervoor te zorgen dat het veilig blijft voor de mensen in de stad. Iedere boom, halfwas en volwas, wordt dus jaarlijks gecontroleerd op veiligheid. En die gegevens die worden vastgelegd in een digitaal logboek. Nou, de boom die heeft een inrotting. De inrotting is gewoon onder begonnen. Dat heeft zich in de loop der jaren heeft zich uitgebreid. Je ziet ook dat het hout is ook helemaal verdroogd. Door het kloppen krijg ik normaal een globaal beeld in hoeverre de inrotting doorloopt. Ik kan er eigenlijk zelf niet zo goed bij. Dus deze krijgt van mij C-status. En dan komt mijn collega die komt hem na onderzoeken. Als een boom een C-status heeft gekregen, is er nader onderzoek nodig. Met specialistische apparatuur wordt gekeken of de boom nog veilig genoeg is en geen gevaar oplevert voor zijn omgeving. Ik meet de stamomtrek van de boom en de afstanden van de sensors. Dat is belangrijk om de berekening van het piekersbeeld te krijgen. Met deze hamer geef ik dus een tik op deze sensor. Via de sensor gaan geluidsgolven naar de overige kasten die rondom de boom hangen. Met die signalen krijg ik een beeld of er een rotting aanwezig is. Measurements at this spot have been recorded. Je onderzoekt eigenlijk of de boom gewoon nog veilig genoeg is. Dat kan allerlei dingen zijn. Ondergronds, bovengronds, bovenin de kroon. Maar de boom moet veilig zijn. Dat is het belangrijkste. We kunnen nu al zien dat er inderdaad een holte aanwezig is en rottingen. Het zwarte, dat is eigenlijk nog het gezonde hout wat over is van de stam doorsnede. Dat is heel weinig. Als uit het onderzoek blijkt dat de boom niet meer veilig genoeg is, dan krijgt de boom de D-status in het logboek. De groenbeheerder bekijkt het rapport dan nog eens kritisch. Als hij of zij het gevaar te groot vindt, wordt er een geel kruis op de stam gezet. Dit betekent dat er een kapvergunning wordt aangevraagd. De groenbeheerder moet net als een bewoner een kapvergunning of eigenlijk omgevingsvergunning aanvragen. Dit gebeurt digitaal op internet via een landelijk loket, het WABO-loket. Pas als de vergunning is verleend, wordt de boom gekapt.
Jaarlijks moeten we in Den Haag 2000 bomen ongeveer kappen. Dat zijn er 500 tot 700 vanwege projecten, reconstructies, kadervernieuwing. 100 tot 300 vanwege storm, hebben we ieder jaar. En verder eigenlijk de meeste bomen die we moeten kappen, 1100 tot 1400 bomen, zijn bomen net als deze esdoorn, gewoon aan het eind van hun leven gaan dood. En daardoor wordt de situatie gewoon onveilig en moeten we ze verwijderen. Voor elke gekapte boom komt een andere boom terug. Als er voldoende groeiruimte is voor de wortels van de boom, gebeurt dat op dezelfde plek. Zo niet, dan komt de nieuwe boom op een plek in de buurt. Het begint zeg maar bij de bestrating, die wordt opengegooid. Dat wordt 2 bij 3 meter. Want we moeten een gat maken van 6 kuub, dus dat wordt een meter diep. Dan vullen ze hem aan met verse grond, waardoor de nieuwe boom weer lekker kan gaan groeien. De stadskwekerij is de plek waar alle bomen vandaan komen die in de Haagse straten staan. Ze worden daar besteld, gecontroleerd en soms ook gekweekt en verzorgd tot ze groot genoeg zijn om in de stad te gaan. Dit is een koningslinde, of ook wel Tilia pallida genoemd. Deze staat hier nu, ik denk, een jaar of 5. En die hebben wij gekocht in een wat kleinere maat. En die is nu, als ik hem goed meet, 18 tot 20 centimeter omtrek en kan dus gebruikt worden in de stad. Een stad zonder bomen die leeft eigenlijk gewoon niet. En iedere dag zijn we in Den Haag met meer dan 100 hoveniers en boomverzorgers bezig om die stad mooi, schoon, heel en veilig te houden. Maar vooral heel mooi groen te houden.